Deze highlights worden u aangeboden door Takeaway.com. Officiële sponsor van de UEFA Champions League. Het is een legende, dat is duidelijk. En hier gaat hij met een goede paas tot bij Bruno Fernandes. Kiest positie in de 16. Fernandes brengt hem voor en de save. Oh, wat een redding. De save in de lat. Was er ook de lat bij? Ik weet het niet. Maar Elanga, bijna, had hij net als in de heenwedstrijd gescoord. En nu was het de openingsgoal geweest. Griezmann kiest positie in de 16. Dat doet ook Kokke. Goeie scherpe tackle van Maguire. De Paul gaat schieten. De Paul! Oh, de redding. De redding van David De Gea. Een waarschuwing daarnet van United, maar de reactie van Atletico binnen de 2 minuten. Rodrigo De Paul, de 27-jarige Argentijn met een goed afstandsschot. Fred, nog eens breed leggen met McTominay. Ja, dat komt niet helemaal lekker uit voor de schot om te trappen. Dalot kan het misschien doen, dat doet hij. Ja, een harde trap, maar vrij makkelijk geklemd door Jan Oblak zonder probleem. En intussen hebben we balbezit voor Atletico met João Felix. Hakje tot bij Griezmann. In de tweede zone is Renan Lodi en die komt er binnen. Die kopt hem gewoon binnen. Hij treft raak. De man, de smaakmaker uit de heenwedstrijd. En ja, de man van het moment misschien wel bij Atleti. Ja, het begint hier bij al of niet fout van of bij Elanga. De scheidsrechter geeft voordeel en dan zijn er een paar die het opgeven bij Man United. Niet meedoen in de counter van Atletico. Daarnet een afgekeurde goal van João Felix, maar nu 4 minuten voor de rust staan ze toch op voorsprong. Dalot, ja, kap nog eens terug en dan is het momentum weg. En dan is het rust, denk ik. Nee, toch nog schieten en bijna nog de gelijkmaker. Ja. Mooie actie dit, Elanga. Elanga met het schot en oh, bijna de goal. We zijn 30 seconden bezig in de tweede helft. En Elanga is toch de gevaarlijkste man bij United vanavond voorlopig. Want een nieuwe kans voor hem. Ja, snijdt goed naar binnen. Anticipeert goed op de paas richting Bruno Fernandes. Die met een knap hakje, een beetje raar getrapt. Sancho. Terug naar Maguire. Ze gaan het tempo moeten opdrijven. Ja, ja, dat is nu al duidelijk. Dus er zit voorlopig een beetje te veel twijfel. En dit zie ik ook liever niet. En nee, de supporters van United niet. Helemaal niet. De Paul gaat trappen. Rodrigo De Paul. Goeie poging van de Argentijn. Tweede keer in deze wedstrijd dat hij het probeert van op afstand. Dallo. Voorzetten. En hier is de goal. Nee. Jadon Sancho vol risico op de slof genomen. Sancho bijna een uur ver op Paul Trafford. En dit was wel eens een moment waarop we toch op het puntje van onze stoel gingen zitten. Ja. Vrije trap. Oh, bijna binnengekopt. En nu misschien de omhaal nog. Ja, spectaculair. De kopbal van Varane. Niet binnen en de omhaal van Ronaldo gaat er ook niet in. Corners. Ronaldo altijd maar opletten dan. Hier is Dalot. Gaat hij trappen? Dalot, ja, dat is een vallende bal. Botst nog net voor de achterlijn, maar gaat ernaast.
Nemanja Matic dropt hem in de box, maar weggekopt. Ja, krijgt hem niet over de eerste man. Nog eens Rashford met de voorzet en een hoekschop nog. Ja, er is ook nog een wissel gebeurd in die toegevoegde tijd, dus we krijgen nog wel een seconde of 30. Ja, het is zoals de eerste helft eindigde, ook op een hoekschop. De Gea is mee. Todo Onada. Iedere man United zegt, ja. Of Atletico, laatste fase van de match. Daar komt die bal. Oblak heeft hem. Oblak heeft hem en Simeone springt nu al uit zijn vel. Deze highlights werden nu aangeboden door Takeaway.com. Officiële sponsor van de UEFA Champions League.